De titel van mijn column is Extravagant. Na mijn column van vorige week over de inspanningen van zorgaanbieder De Waalboog voor acceptatie van roze ouderen in verzorgings- en verpleegtehuizen, kreeg ik een reactie van een trouwe volgster. Ze mailde mij dat niet alleen de locaties Nijenveld en Honighoeve het certificaat De Roze Loper hadden ontvangen, maar dat dit ook gold voor de locatie Nieuw Dollendaal. Waarvan acte ere wie ere toekomt. Dat in Nieuw Dollendaal inmiddels een andere doelgroep woont, doet niet ter zake. Want zorgbehoevende ouderen in het centrum hoeven niet te treuren. Het oerlelijke gebouw van Intersport aan de rand van Plein 44 wordt momenteel gesloopt. Eindelijk, het zou tijd worden. Te lang heeft dit leegstaande gebouw het straatbeeld op een in het oog springende plek van de binnenstad negatief gedomineerd. Op initiatief van Ton Hendricks komt er een wooncomplex van 9 verdiepingen met 175 appartementen, vooral voor studenten en starters. 30 appartementen zijn bestemd voor de Waalboog, die er ouderen gaat huisvesten die zorg nodig hebben. Ongetwijfeld rolt Ton Hendricks bij oplevering van het gebouw de roze loper hoogstpersoonlijk uit ter verwelkoming van zijn oudere huurders. Vorige week sprak ik mijn twijfels uit over het nut van juichen voor carnavalesk in roze uitgedoste vierdaagse lopers op Roze Woensdag voor de acceptatie van roze jongeren en ouderen. Die twijfels zijn afgelopen week alleen maar groter geworden. Er komt op Roze Woensdag op het terrein van Smaktrt bij het labyrint aan de Waalkade een nieuwe roze festival met de toepasselijke naam Honey Honey. De organisatie gaat ervan uit dat dit festival een extravagante en uitbundige viering van de liefde gaat worden. Een viering van de verworven vrijheden van alle geaardheden. De locatie bij het labyrint aan de waalkade is bewust gekozen. De organisatie vindt dat er op deze locatie voldoende ruimte is voor de nodige expressie. Mooi dat dit kan, mooi dat dit mag. Maar ik beschouw dit toch als een vierdaagse variant op de Gay Parade in Amsterdam. De meeste feestvierers stellen daar de extravagante expressie centraler dan de achterliggende gedachte. Ik verwacht dat dit op het labyrint ook gaat gebeuren. Ik vind het te over de top. Op deze manier schiet het zijn doel voorbij. Volgens mij willen de Waalboog en alle andere zorgaanbieders maar één ding. Een veilig thuis bieden voor ouderen met dezelfde seksuele geaardheid. Een thuis waar ze zich welkom voelen en waar ze ongestoord van hun laatste levensjaren kunnen genieten. Gewoon hand in hand een kopje koffie of wijntje drinken. Of hand in hand een ommetje maken door het park of rondom het gebouw in de wijk. Zonder problemen. Zoals iedereen die al jaren bij elkaar is. Niks. Extravagant.